Hallo mensen, vandaag ben ik weer met een nieuwe video. Vandaag hebben we weer een nieuwe video van hoe maak je een Forge mod. Dit is episode 4, dacht ik. En dit gaat over genereren van je blok. Maakt niet uit welk blok je wilt genereren in je wereld, maar dat gaan we dus nu doen. Voor de mensen die het nog niet wisten. Van de vorige video had ik uitgelegd hoe je je modding moet updaten naar die oude map. Van modding 1.6.1, die kan je verwijderen. Die heb je niet meer nodig. Tenzij je hem wel nodig hebt, dan moet je hem natuurlijk houden. Maar die kan je eigenlijk wel verwijderen. Ik heb hier even twee dingen gemaakt. Ik zal het later in een zip of een rar bestand doen. En dan zal ik die op een media file zetten. En dan kan je de source downloaden. Hier zie je. Dat gaan we zo even kopiëren en plakken, want ik heb geen zin om dat allemaal te typen. Nou, het eerste wat je moet doen is naar je Eclipse gaan. En als je ergens anders mee bezig was met de andere mod of zo, ga je naar Browse. Ga je naar je bureaublad. Of dan zoek je je mapje met modding 1.6.4 en dan MCP en dan Eclipse en dan oké. Nou, oké. Laat hem dan even laden. Dan gaat hij al de dingen laden en alles. Want deze episode gaat eigenlijk over genereren van je, bijvoorbeeld je oor. We hadden vorige keer een oor gemaakt, green block. En die gaan we dan nu genereren in onze wereld. Nou, het eerste wat je moet doen is, zie je dit. Scroll je helemaal naar beneden naar dit. Van hier dit, de public void load. Dan kan je hier erbij zetten. Met twee slashes, want dan kan je iets typen, dan weet je bijvoorbeeld het is. Nu je generatie. Ga je naar mijn zip bestand, of rar. Klik je op main class generatie, ctrl A, ctrl C. Ga je naar je eclipse, ctrl V. Dan zie je dit. Als je dit anders wil, dit heb ik even Craft Games snel genoemd, maar je kan bijvoorbeeld ook World Generator Piet of Jan of Klaas. Maar ik doe het Craft Games snel, want dat is handig. En als je deze dan hebt, doe je je muis over die World Generator Craft Games snel houden en dan Create Class World Generator Craft Games snel. Dan zie je dit, dan Finish. En dan zie je hier allemaal dingen. Dan ga je weer naar mijn RAR bestandje en dan zie je er staan World Generator Craft Games Now Class. Dubbel klik erop. Ctrl A, Ctrl C. En dan ga je, doe je Ctrl A, Ctrl V. Heb je het hier staan? Je hebt hier al een paar errors. Dus dat fixen we even. Deze kan je hier opslaan. Your package, jouw PK. Ja, dan moet je veranderen naar olaf.modding, want dat hadden we op het begin gemaakt. Dus dan linkt het met elkaar. En hier zie je ook dat die World Generator moet natuurlijk die Craft Games Now class zijn. Anders dan weten we niet waar we het over hebben. En zie je dit. Deze die heb ik even weggehaald, want deze die gaat voor de Nether. Als je deze twee dingen weghaalt, dan genereert hij ook in de Nether. Maar dat hoeven we niet. Dat maak ik misschien later een video over. Dan ga je naar beneden. En dan zie je hier dit staan. Bij Public Void Generate Service en dit allemaal. Nou, deze 10 houdt in hoe zeldzaam het is. Dus 10 spant bijvoorbeeld best wel snel. Als je hem bijvoorbeeld op een 5 zet, dan zie je hem al veel minder. Maar ik laat het even op 10, anders kunnen we hem straks niet meer terugvinden. Ja. Dit kan je zelf veranderen, deze nummertje 16, 16 en 16. Dit is volgens mij iron. Maar deze kan je dus veranderen. Bijvoorbeeld op 10, die elke 10x. Nou, laat het gewoon op 16. 16, 16, 16. Nou, en wat hier dan spant, dus wat er dan gegenereerd wordt. Dan doe je hier jouw class, dat is dus... crafted games NL, want dat staat hier.
Nu krijgt games.nl. Punt. Jouw blok die je wilt genereren, dat was de green blok. Dat was onze oor. Punt blok ID. En deze 4 die staat er eigenlijk voor hoeveel er bij elkaar zitten. Dus bij cost bijvoorbeeld zitten heel veel bij elkaar. Maar bij diamond zijn het maar 4 tot en dan ook 6, 8. En bij goud is het ook maar weinig. En lapis zoals jullie ook. Maar bij cost heel veel. Dus dat hangt af van dit nummer. Ik laat het even op 4. Dan spannen dus 4 bij elkaar. Maar het kan ook soms wel eens 5 of meer zijn. Dus doe je Ctrl S. Ga je naar main class. En dan start je hem. En dan moet je een nieuwe wereld aanmaken. Anders genereert hij niet. En dan gaan we even met TNT even wat opblazen. Dan gaan we kijken of we hem zien. Bom. Ik moet het eerst even laten opstarten. Laat ik zo ook nog wel even zien hoe je meerdere dingen kan genereren. Want dan hoef je niet, hier een ding bij te maken. Maar dan moet je dus iets aanpassen in deze class. Dus dat doe ik zo ook even. Dan groter, single player, nieuwe wereld. Generatie. Dan heet het als je dan iets verandert hier, moet je opnieuw genereren, anders dan doet hij niet veranderen. Want je moet gewoon opnieuw genereren, want het gaat uiteindelijk om genereren. Anders dan zet je zo'n, heb je al een wereld en dan denk je, ja ik laat daar even ding bij maken. Huh, waar zijn mijn blokjes? Dan ga ik eigenlijk weer dislikes en zo, terwijl ik het dan zelf niet snap. Yay! Oké, en dan gaan we nu TNT pakken. En een flint en steel. Dan hoop ik dat we ze zo vinden. Anders dan moet ik even wat aanpassen of even kijken. Soms vind je hem ook niet. Kijk, dat was diamonds. Zo. Kan zo een beetje gaan laggen, maar ja, pech. Zo. Ik steek hem nu aan. Waarschijnlijk gaat het wel laggen, maar ja. Nee, doggy! Die is dus dood. Dan gaan we zoeken naar onze green ore. Ja, daar zit die. Hij zit best wel laag. Maar hij is er wel. 1, 2, 3, oh, 4, 5. Dus hij is wel gegenereerd. Dus als je gaat zoeken, dan vind je hem wel. Dus, ja. Dus ik wil jullie even gaan feliciteren. Want jullie hebben je eigen blok gegenereerd. En dat laat ik zo nog even zien. Hoe je moet genereren met ook andere blokken. Als bijvoorbeeld als bijvoorbeeld TNT wil genereren. Of diamond blocks. Zoek even deze cave af. Maar het hangt er ook vanaf van deze cijfers. Van deze en van die. Van waar die spant. Ik had het nu op 16, 16 en 16 en daarboven 10. Maar dat kan je dus veranderen naar hoger, denk ik. Of lager, nou ik weet niet. Dan spant die meer. Dus dat kan je dan doen. En dan kan je zelf mee clearen en zo. Maar laten we dan nu even doen voor om meerdere dingen te laten genereren. Quit game. Dan zie je dit. Kopieer dit. Dus maak niet hier een heel nieuw ding aan. Niet hier weer zo'n nieuw ding aan maken. Dat is zonde. En dan kopieer je dus dat. Nu dus. Enter. 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 Ctrl V. Zie je dit? Nou, ergens moet je... Wacht.
Oh, ik zie het al. Dan moet je deze weghalen. Dan deze erbij. Nou, ik kijk wel even hoe dat moet. Even wachten. En daar ben ik weer. Ik heb het uitgevonden. Je moet dus dit weghalen. Ik zal het even laten zien. Heb je dit? Zo heb je het. Dan kopieer je dus vanaf voor tot en met dit. Ctrl-C. Klik hier dus enter. Doe je zo'n ding. Enter, enter, Ctrl-V. Zie je dat het geplakt is? Dan doe je daar en doe je enter. Nog zo'n ding. Nog zo'n ding. Nog zo'n ding. Dan kan je hier weer je blok kiezen en hier weer die dingen. Dan genereert die weer. Doe je bijvoorbeeld hier. Blok. Punt. Je moet hem dan import doen. Anders dan ziet hij niet. Dia. Diamond blok. Of is dat hem niet? Het is van diamond blok. Wacht. Nee, Minecraft.blok. Blok Java. Or, nee, blok diamond hier. Zo. Ctrl-V, Ctrl-S. Dan gaan we nu eens even kijken of die diamond blocks zijn gegenereerd. Dan kan je echt zien dat het ook werkt. Zo. Laat. Kom op. Maar dat is dus, dit is dus hoe je meerdere dingen moet genereren. Dus hoef je dus niet eens een nieuwe class aan te maken. Het kost allemaal te veel tijd, dus kan ook veel makkelijker. Maak je weer een nieuwe wereld. Maakt niet uit welke naam. Ik ga gewoon even niet creatief, dus ja, pech. Dan gaan we nu even zoeken naar onze items. En als hij soms dus wel eens crasht bij het genereren, moet je deze nummertjes veranderen, zodat ze niet hier hetzelfde zijn. Maar nu kan het wel, denk ik. TNT. Flint en steel. Nou, we lopen wel de cave door. Zo. Nou, ik heb hem ook op 16 en zo staan, maar hij is er wel, zodat je, zoals je net al zag. Daar zit de green ore, zoals hier zit. Spant bij lava, wacht. Ja, ik had toch 16 aangeklikt, dus spant hij voor mij ook hier op 16. Of daar vloog bij. Kijk, hier vind je ook mijn diamond blok. Vind je nog hier mijn oor. Pas mensen die het niet zien. Oh. Hier zit diamond blok. Daar zit die oor. Dan moet je gewoon iets veranderen bij die nummertjes. Dan sluiten we het af. Nou, en dan bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken en zo. En laat in de reacties achter wat je wilt voor een volgende video. Bijvoorbeeld of je crafting of zo wilt. Ik denk dat dat de volgende is. En daarna bijvoorbeeld tools. Dat kan je dan zeggen in de reacties. En dan probeer ik daar een video over te maken. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken en zo. Ik zet in de beschrijving zet ik de link van... de link van die generatie ding. Dus ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken en zo. Doei.